fotografie heeft. Wat denk ik voor gemeentes, maar ook voor zorgorganisaties of misschien ook wel de zorgverzekeraar heel erg van belang is, is dat jullie ook met elkaar kijken van, nou ja, waar lopen mensen die op een of ander moment kwetsbaarheid ervaren nu tegenaan in het leven? Dat jullie die mensen direct daar van dienst kunnen zijn, dat mensen dat wat prettig ervaren als luisterend oor. Ik hoor ook dat je heel veel mensen direct misschien wel op sommige punten handvatten geeft om op een goede manier weer verder te gaan in het leven. En dat je daar een bundeling van maakt en dat je die wil aanbieden aan gemeentes en aan beleidsmedewerkers. Nou, daar ben ik alleen maar heel blij mee en ik denk dat we daar ons voordeel wel mee zouden kunnen doen. Belangrijk werk, een laagdrempelige voorziening hier. Ze proberen ervaringsverhalen op te tekenen van mensen die op enig moment in hun leven kwetsbaarheid hebben ervaren. En nou ja, wij vinden dat als een gemeente heel belangrijk en we hopen ook dat nou ja, alle verhalen die ze optekenen misschien ook wel behulpzaam kunnen zijn voor gemeentes, voor beleidsmakers. Bij het geven van een stem aan deze mensen. En het zijn heel veel mensen in onze gemeenschap. Dus dank jullie wel daarvoor. Veel succes in Friesland. Tot ziens.